Zo, welkom terug allemaal. Dit keer gaan we spreken over het verschil tussen flits en continu licht. Flitslicht, dit is flitslicht. Daarvoor gebruiken we dus een flits. Het is zo dat zowel continu als flitslicht zijn vormen van kunstlicht. Licht dat je zelf inzet in situaties waarbij dat je weinig licht hebt, gewoon om meer licht te creëren. Maar ook in situaties waarbij dat je zelf controle wilt over hoe het licht juist op je onderwerp valt. Hier bijvoorbeeld heb ik twee continu lampen die... Eén die van hier en een ander die van daar komt. Waardoor dat zowel hier als hier mijn gezicht belicht is en er dus weinig schaduwen, harde schaduwen in mijn gezicht waar te nemen zijn. Maar goed, we gaan eerst, dus ik zou graag de voor- en nadelen van beide opties bespreken. We gaan eerst de flits bespreken. Voor de hand liggend voordeel van de flits is dat het heel draagbaar is. Je kan één flits gemakkelijk bovenop je camera plaatsen, rondlopen, of je kan die in je hand houden terwijl... Zo dan, in uw hand houden terwijl je met de andere hand foto's neemt, om zo uw flits extra licht te laten geven. De nadelen zijn dat het duurder is, dus één zo'n flits kost eigenlijk evenveel als een mooie lichtset van 3 continu lichtpunten met statief, met softbox en dergelijke meer. Dus het is veel duurder, je hebt hier ook wel modifiers, maar die staan er niet veel voor. Een diffuser en een reflector. Maar je zou eigenlijk al meerdere van deze flitsen moeten gebruiken om echt heel mooie portretten te maken, bijvoorbeeld met flits. Je zou ook al statieven er moeten bij voorzien en dergelijke meer. Je moet al een elektronica gaan voorzien om de flitsen aan te sturen en dergelijke meer. Dus als je met echt met flitsen met meerdere punten in de studio te werk wilt gaan, dan kom je vaak veel duurder uit dan wanneer je met continu licht werkt. En een ander nadeel van flitsfotografie is dat het moeilijker is om in te schatten wat het effect is van het flitslicht op je beeld. Het is zo, de flits gaat af, belicht je beeld op het moment dat je foto genomen wordt. Dus het is pas als je foto genomen wordt dat je echt kunt zien hoe het beeld juist belicht werd. Terwijl bij continu licht, je steekt de lamp aan of je doet de lamp uit en dan zie je al het effect van de lamp. Je zet de lamp dichterbij, je zet de lamp verderaf en je ziet het effect. Ook voor beginners kan flitsen iets complexer zijn, om de eenvoudige reden dat je eigenlijk voor de techniek erachter is iets complexer. In die zin dat je de flits heeft een bepaalde heel snelle flitstijd, waardoor je sluitertijd eigenlijk weinig belang heeft, maar dat je vooral controleert hoeveel licht dat er opgevangen wordt door de communicatie van beide, hoe lang en hoeveel er geflitst wordt door de flits, maar ook door de instelling van je diafragma. Dus de werking is iets moeilijker. Gaan we daarentegen naar continu licht, en ik ga zo dadelijk met mijn telefoon wat beelden maken van de setup die ik hier heb. Ik heb dus daar een lamp en daar een lamp die beiden naar mij gericht zijn. Dat maakt dat ik aan deze kant van mijn gezicht licht heb en aan deze kant van mijn gezicht licht heb. Het voordeel van meerdere lichtpunten is als ik deze zou uitschakelen, dat kan ik trouwens doen, dan gaan we normaal gezien op beeld nu al kunnen zien dat mijn gezicht vooral aan deze kant belicht is, en zo zou ik het nog beter kunnen zien, waarbij dat dit gedeelte dan eigenlijk te donker wordt om echt mooi in beeld te brengen, voor zover we mijn gezicht mooi in beeld kunnen brengen uiteraard. Dus dan zet ik die snel terug aan. En dan zie je dat het licht van deze en de schaduw van deze wordt opgevangen door deze, terwijl de schaduw van deze hier opgevangen wordt door deze. Dus dan krijgen we een mooie en balans zijnde belichting. De set die hier staat is eigenlijk een heel eenvoudige, goedkope set van, ik denk dat het 150 of 170 euro was. Die bevat 3 spiraallampen, 3 statieven en 3 softboxen. Softboxen zijn eigenlijk doeken die je ervoor plaatst, waardoor dat het harde licht wat zachter wordt. Opnieuw, ik kan laten zien wat het effect is van het harde licht als ik hier nu de softbox even verwijder. Dan zien we, als het goed is, zie je nu dan het effect van het harde licht. Terwijl deze wel de softbox gemonteerd heeft en dus zachter licht geeft. En terwijl ik verder uitleg, zal ik proberen deze terug te bevestigen en in te schakelen. Dus nu heb ik 2 softboxen op mij gericht. De derde softbox is typisch om bovenaan, van bovenaan nog wat licht te voorzien. Nu, deze set heeft ook 2 statieven, dus ik kan heel gemakkelijk de 2 lampen plaatsen. Uiteraard, het nadeel van een continu lichtset is dat je de set niet gemakkelijk kunt meenemen. Dus je gaat typisch op locatie sneller naar compacte flitsjes gaan dan naar een volledige lichtset. Maar dan over het instellen van de belichting vond ik heel belangrijk dat een continu lichtset eigenlijk het grote voordeel heeft dat je meteen ziet als je een lamp aan of uit doet, zoals ik daarnet ook heb gedaan, dan zie je meteen wat het effect daarvan is op je beeld. Ook als ik die lamp nu dichter
of verder zou plaatsen van mijn onderwerp, dus van mij in dit geval, dan ga je ook meteen zien wat het effect daarvan is op mijn beeld. Dus het grote gemak, plus ook uw belichting kan je gemakkelijk instellen aan de hand van het licht dat je op dat moment ziet. En je kan eigenlijk veel gemakkelijker en veel eenvoudiger werken met continu licht om die reden. Dus ik zal nu een poging doen om met mijn telefoon deze setup in beeld te brengen, zodat je kan zien wat ik hier gebruik van continu licht. Dus als je goed kijkt, dan zie je hier nu. Dus dit is de camera, Sony Alpha A7 met de 35mm lens die aan het opnemen is. Daarnaast heb ik twee lampen geplaatst. En die lampen zie je hier. De lampen op zich is niet meer dan een statief stopcontact. Op het statief staat dan de lamp met daar rond een softbox. Ik kan ook nog laten zien wat er eigenlijk van lamp in. Dat zijn zogenaamde spiraallampen. Als ik nu even de softbox, dus dat is echt gewoon een doek die daarover hangt. Als ik die even verwijder, dan hoop ik dat de belichting het aan kan. Misschien moet ik voor het gemak de lamp ook even uitschakelen om gemakkelijker in beeld te brengen. Dus dan zie je, die softbox is aan de ene kant omringd met reflecterend materiaal om het licht zoveel mogelijk naar voren toe te richten. En aan de andere kant heb je dan midden in die box heb je dan een spiraallamp die het voor nodige licht voorziet. Dus dat is eigenlijk een heel eenvoudige, goedkope setup voor heel geschikt voor het maken van video en portretten. Dan ga ik terug naar mijn eigenlijke opname die als het goed is nog aan het lopen is. Zo, dus dat was mijn setup voor het maken van video. Het spreekt voor zich, voor video moet je sowieso met continu licht werken, daar kan je niet met flits werken. Maar ook voor deze set is ook heel geschikt voor fotografie. Dus als ik een portret zou willen maken, dan kan ik heel gemakkelijk die twee lampen zo gaan plaatsen dat het licht mooi op mijn gezicht valt of op het onderwerp wat ik wil fotograferen, studiofotografie. Productfotografie en dergelijke meer kan je heel makkelijk gaan belichten met dergelijke continu lichtbronnen. Die hebben nog de juiste witbalans, de juiste warmte. En je kan heel makkelijke instellingen doen, want je ziet gewoon waar het licht staat en hoe het op je onderwerp valt. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.